Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Mijn naam is Wouter Keurpenhoek. Welkom bij een interview in een serie interviews die een aantal dingen gemeen hebben, namelijk één. Ze zijn opgenomen op een, op een bijzondere locatie. Twee, we spreken met interessante gasten. En drie, gaat het altijd over een relevante juridische ontwikkeling, schuine streep, uitspraak of arrest. Nou, die bijzondere locatie, die zit wel goed, want die mooie Oldtimerbus van de Academie staat geparkeerd in het hartje van Utrecht op het Vrouwen Justitiaplein. Dat uh, plein ligt hier vlak voor de rechtbank. Vandaar die naam. En ook voor ons heel relevant als je het over het recht wil hebben. Jasper, de waard, welkom. Ik ben advocaat bij uh, Springers Advocaten. Hier. In Utrecht, Klopt. Uh, arbeidsrecht uh, als specialisatie. En je gaf een mooie quote. Een goede arbeidsrechtsadvocaat heeft ook een sociale ontdekking. Ja, absoluut. Wat bedoelde je daarmee? Nou, uh, uh, juist binnen het recht wordt natuurlijk heel vaak alleen maar naar het juridische gekeken. Maar ja. ik denk juist in het arbeidsrecht is het ook heel erg van belang dat je ook verder kijkt. En naar de personen achter de zaak, zowel aan de werkgever- als werknemerskant overigens. En daar moet je dus ook een beetje op in kunnen springen. Het klinkt dat het ook mediation-achtig dus wel iets is wat aanspreekt dan? Zeker, ja. Ja, ik geloof absoluut in het bereiken van een oplossing. Ik ben zelf geen mediator, maar ik geloof wel dat het bereiken van oplossingen soms prettiger en belangrijker is dan het voeren van een juridische strijd. Ja, in plaats van vol uh, erin. Uh, nou ja, maar soms nu, uh, moet dat, van... maar alleen als het uh, niet anders kan. Nee, goed, nou welkom dus. Je hebt een uh, uh, uitspraak meegenomen van, uh, van het gerechtshof Amsterdam, van het hof. Top. Daar staat boven... Lingerleer 2.0, de toegang tot de ondernemingskamer verbreed voor ondernemingsraden. Kun je me even meenemen naar het begin? Waar, waar begint dit? Ja. Uh, met, en dan praten we daarna over de juridische inzet. Ja, wat is hier aan de hand? Nou, misschien even in het kort. Binnen de, 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 het arbeidsrecht kennen we het medezeggenschapsrecht. Dat is een soort niche, als ik het zo mag zeggen. Uh, juist inderdaad om, uh, om, om ondernemingsraden op een goede manier te betrekken in de besluitvorming bij, uh, bij bedrijven. En wat hier speelde was eigenlijk in de kern dat er uh, een, een discussie was over een overeenkomst van dienstverlening tussen wat wij dan noemen juridisch de ondernemer ja. en een uh, zusteronderneming. En de ondernemingsraad zei: daar willen wij advies over uitbrengen. En uh, uiteindelijk zei de ondernemer: Ja, jullie mogen best wel op, op grond van informatierecht een en ander weten over wat we van plan zijn, maar ik ga jullie niet om advies vragen. Nou, lange discussie is er geweest en op een gegeven moment uh, liep dat uit in, in, in een laatste e-mail van de ondernemer. Die zegt ja, uh, ik heb jullie volgens mij alles al verstrekt wat ik op grond van het informatierecht moet doen. Ik ga geen advies vragen en hiermee beschouw ik de kwestie als afgedaan. Punt. En dan is de vraag dus, als je daar dus niet mee eens bent als ondernemingsraad, hoe nu verder? Hè? Wat ga je dan doen? En deze ondernemingsraad is tegen die e-mail, tegen die mededeling in beroep gegaan bij de ondernemingskamer. Want zij waren het niet eens met de punt, ze wilden een komma. Ze wil een maar? ze wil advies. Ja, maar even voor de feiten: ze hebben toch altijd het recht wel om advies te geven, gevraagd of ongevraagd? Of is dat niet het geval? Nou, als je kijkt naar artikel 25 van de WOR, dan is het echt het formele adviesrecht van een ondernemingsraad. En dan zie je dus echt allerlei regels. Uh, uitge uitgeschreven waarin staat dat de ondernemingsraad op een uh, tijdig moment om advies moet worden gevraagd en dat er dus ook eventueel als een soort juridisch slot op de deur ook de mogelijkheid is om in beroep te gaan bij de ondernemingskamer, het gerechtshof in Amsterdam. Ja, nou ja, zij waren het dus niet eens met die punt. Ja. Ze gingen in eerste instantie dan naar de rechter. Ja. Ze zijn eigenlijk tegen die mededeling in beroep gegaan, in beroep gegaan bij de ondernemerskamer. Oh, ja, precies. Ze gaan natuurlijk naar de ondernemerskamer. Wat, was, wat, was wat, wat gebeurde daar? Nou, het interessante is dat uh, um, uh, je zei al de Lingenleer 2.0, een van de eerste uitspraken van de ondernemingskamer op het gebied van medezeggenschap, is een uitspraak uit 1980. Dat speelde bij het Lingenziekenhuis. Ziekenhuis. Daar was uh, uh, een, uh, door de ondernemer een besluit genomen waarover geen advies was gevraagd. Toen was er dus heel duidelijk sprake van een besluit. Nou, daarvan is dus gezegd door de ondernemingskamer: als er sprake is van een besluit, kun je daartegen in beroep bij de ondernemingskamer, als er dus advies moet worden gevraagd. En hier was dus niet duidelijk of er al een besluit was genomen. Lach, ja. En uh, eigenlijk voegt hier de ondernemingskamer een element toe. Aan de dingen leer. En dat maakt hem zo buitengewoon interessant. Dus ook als er dus onduidelijk is of er nog een besluit is. maar wel definitief duidelijk wordt dat er sowieso geen advies gaat worden gevraagd. zegt de ondernemingskamer onder die omstandigheden. kun je dus ook in beroep bij uh, de ondernemingskamer. En daarmee is dus de toegang verbreed. Absoluut. Als het ware ja, ondernemingsraden. Ja. Ja. Wat betekent dat voor de praktijk? Is dit iets wat heel vaak voorkomt. en krijg je nu een soort verhoogd aan. Uh, de zaken waarbij ondernemingsraden hun recht proberen te halen bij die ondernemingskamer. Nou, er zijn best wel veel zaken die spelen over de vraag of een onderwerp adviesplichtig is of niet. En ook waar partijen er helaas niet samen uitkomen. Dus dit is inderdaad wel een, een, een verbreding van de toegang. Dus ik denk wel dat dit wel toe kan leiden dat er vaker ondernemingsraden na zo'n discussie besluiten om toch naar die punt. He, om toch naar die, uh, de, in beroep te gaan bij de ondernemingskamer. Tegelijkertijd, um, een hoos aan zaken verwacht ik niet... omdat je ook in de praktijk al ziet dat dit wel... Uh, toch linksom of rechtsom zich wel wordt, wordt opgelost. Welke juridische argumentatie gebruikt de ondernemingskamer... om het dus te verbreden? Waarom onderzoeken ja. ze dat? Ja. Nou, wat je ziet is eigenlijk, waar heel erg naar wordt gekeken... is dan, um, als het definitief duidelijk is dat, je niet, uh, dat er geen advies wordt gevraagd... zegt de ondernemingskamer, ja, dan kun je of als ondernemingsraad... wel gaan wachten of blijven wachten... Dat je weet dat er een besluit is genomen, maar dan ben je misschien al te laat. Dan kun je dan pas bij de ondernemingskamer uh, terecht. En hier zegt dus de, de ondernemingskamer: ja, in dat specifieke geval nou, eh, vinden wij het redelijk, hè, om dan weer zo'n juridische term te gebruiken, dat je dus ook al tegen die mededeling al in beroep kunt gaan, zodat je niet pas maanden later of een jaar later, bij wijze van spreken, pas bij de rechter terecht kunt komen. Nu is het uh, natuurlijk wel zo dat een ondernemer. Uh, ja, die wil ook wel een soort. Vrijheid voelen om dingen te kunnen doen zoals hij denkt dat dat nodig is. Ja. Zonder nu, want eigenlijk is, is, is het gevolg, laat ik het anders formuleren: dat een ondernemer ja, veel eerder dus de ondernemingsraad bij van alles nog wat moet betrekken, just to be sure. Omdat ze anders naar de ondernemingskamer lopen. Ja, nou ja, de, 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 vaak, vaak moet dat toch al wel. Hè? Als er sprake is van een adviesplichtig besluit bijvoorbeeld, hè? wat ik al zei, artikel 25. Nee, 5, maar als 20... je in het grijze gebied uh, ja. zit. Nou, daar is eigenlijk een hele mooie oplossing voor. Dat noemen wij de adviesaanvraag voor zover vereist. Dus dan kun je toch zeggen: van nou, ja, uh, uh, ik betrek toch de ondernemingsraad erbij. Wat ook best wel interessant is, want uit onderzoek is gebleken dat een goede medezeggenschap vaak leidt tot een beter draaiende organisatie. Dus dat moet je ook niet uit het oog verliezen. Uh, maar je kunt er dus voor kiezen om een adviesaanvraag voor zover, voor zover vereist uh, uh, aan de ondernemingsraad te geven. Dan kun je later altijd nog steggelen over de vraag of het wel of niet adviesplichtig was. Maar kun je dus ook gewoon focussen op de inhoud en kijken of er misschien toch nog wel wat in zit wat die ondernemingsraad te melden heeft. Waardoor je dus tot een beter uh, besluit kunt komen. Ja. Is dit uh, zo'n uitspraak? Past dat in een trend die we zien? Of is het gewoon een echt op zichzelf staande uitspraak? Uh... Die, uh, ja, waar gewoon het wachten op was dat dat een keer zou gaan gebeuren. Of kijkt de ondernemingskamer sowieso naar. Uh, een verbreding van. Nou, het sparen... past eigenlijk wel in de trend, ja, voor zover je er nog van kunt spreken. De trend van 1980 dat zeg maar de toegang tot de ondernemingskamer uh, um, er wel moet zijn. Um, en ik denk wel dat dat vooral is dat de ondernemingskamer altijd al scherp is geweest op procedurele vereisten. Ja. Um, en dat, is, dat zie je hier absoluut terugkomen. Ja. Wat is de volgende stap die nog weer nodig is voor een nog verdere verduidelijking van de rechten? Nou ja, hier, was, hier speelde echt dat op een gegeven moment de ondernemer zei. Um, de grenzen zijn bereikt aan het informatierecht. Uh, ik beschouw de discussie hiermee als gesloten en dan weer die punt. Um, ja, en stel dat die punt toch wat minder duidelijk is. kun je dan, hè, dus zeg maar halverwege de discussie, dan al in beroep bij de ondernemingskamer? Ik vraag het me af hoor, maar dat zou het misschien een volgende vraag kunnen zijn. Cool. Is er iets wat we nog missen als we het hebben over het bespreken van deze de toegang van de ondernemingsraden tot de ondernemingskamer? Nou, ik denk dat het, dit, dit is wel de belangrijkste boodschap Het is overigens een buitengewoon boeiende uh, uitspraak om te lezen hoor, voor, uh, voor arbeidsrechtenjuristen. Want andere uitspraken, bijvoorbeeld over uh, gefaseerde besluitvorming, komt daar ook nog wel weer in terug. Ja, nee, maar neem maar zijn... even mee. Het, hoeft niet, het mag, uh, mag ook enig juridisch. Uh... Ja, nee, zeker. Nou, het is eigenlijk een herbevestiging van bestaande, uh, uh, ja, bestaande leer van de ondernemingskamer ten aanzien van gefaseerde besluitvorming. Daarvan zegt de ondernemerskamer al uh, jaren geleden al in, in de NCRV en in de provincie Zuid-Holland beschikkingen uh, van nou hier uh, de ondernemer mag kiezen voor wat we noemen gefaseerde besluitvorming. Dus een traject in opknippen in stukjes, in stukjes ja. zolang de effectiviteit van de medezeggenschap er maar niet onder leidt. En dat is hier nog een keer gezegd en ook hier is er wel aan toegevoegd. Dat uh, mededelingen van de uh, ondernemer wel uh, consistent moeten zijn. Dus als je in één keer wat gaat wiebelen en in één keer een andere koers gaat varen, waarbij je eerst een beetje de schijn doet voorkomen: ...nou, je krijgt nog wel een adviesbevoegdheid, uh, maar later dus zegt van nee, uh, dit is niet adviesplichtig. Daar is de ondernemingskamer dus ook weer buitengewoon kritisch over. Dus weer dat procedurele. Goed. Jasper, dank je wel. Dank je wel voor je komst hier naar de bus. Um... De Academie voor de Rechtspraktijk heeft een speciale website, legalflix.nl. Daar staan veel meer uh, interviews op, webinars, noem maar op, gesprekken. Die allemaal gaan over juridische ontwikkelingen. Net zoals dit gesprek. Uh, voor nu in ieder geval namens ons allen hier vanuit die bus in Utrecht. Bedankt voor het kijken naar dit interview.